een vikingboom heb ik al gehoord. Nou ja, kijk, de S is natuurlijk zeg maar een heilige boom bij de vikingen. Weet je wel. En aangezien we hier dus op een 9 eeuwen oude kerk staan, die dus ook met vikingen te maken heeft gehad en zo. Ik zou zeggen, blijf er lekker vanaf. Maar valt hij nog te redden? Want er is al gekapt. Nee, er is niet gekapt, er is wat afgezaagd. Kijk, bomen worden vaker gekandelaberd. En dat wil zeggen dat ze dan helemaal in de staken staan. Dus dat moet je hier ook niet doen. Ja, ik heb gisteren heb ik ze tegen weten te houden. En dat ze dus niet verder gingen zagen. Ik heb ze gewoon eruit geroepen. Ik zeg, jongens, niet doen, want dit slaat helemaal nergens op. 3 auto's politie, alsof ik weet ik wat van plan was. Er was iemand van de gemeente, maar die kon geen vergunning overleggen. En ik zeg van, het feestje gaat niet door als je geen vergunning hebt. Met een handtekening van de burgemeester. En wat nu als ze vanmiddag wel weer komen? Dan ga ik eronder staan en keten mezelf vast aan die boom. Die boom die blijft staan. Wat er ook gebeurt? Ja, natuurlijk. Die boom die geeft schaduw, de vogels die vinden elkaar erin. Ik bedoel, de koudjes die beginnen hier prachtig rond te vliegen iedere keer. Nou, toen je aankwam vanmorgen, toen zaten ze er ook. Ik bedoel, waarom zou je zo'n boom weghalen? Het is 2019, het is februari, jij staat nu al hier ook in je hempie. Het gaat helemaal nergens om, hè, om CO2-vangers en zuurstofbrengers om te gaan zagen hier in 2019, terwijl het niet nodig is. Kerngezond. Dan gaat hij alsnog om. Maar je gaat niet van tevoren dat doen.